Daar zie je hem heel klein stukje daar zo. We gaan vandaag een filmpje doen over de Pioneer Proofer. En ik heb hem hier eentje in de sealed kast op de E1300 staan. En we gaan kijken, we gaan hem gewoon even openmaken, ja? Zo, hij zit los. Nou, zoals je ziet, dit is de damping wat erin zit. Aardig lange kabel misschien wel, maar dit is de damping en dat dempt zo goed. Niet normaal. Hey. Kijk, heb ik een paar keer gezien op YouTube ergens bij mensen en op foto's dat deze ring eraf kan. En eigenlijk, dat het is het plastic denk ik. Plastic gebeuren dat om nog magneet heen zit. Die. We gaan kijken wat ik daarmee kan doen. Want ik wil wel een keertje alleen deze. Die ring ga ik er niet van afhalen. Maar ik wil wel een keertje deze eraf halen. Kijken wat voor magneet erachter zit. Want volgens mij is die echt veel kleiner dan dat het eigenlijk zo eruit ziet. Dus ik ga kijken wat ik kan doen. Dit is trouwens de informatie achterop. Voor mensen die het nog nooit hebben gezien. Nou, 1300 watt piek, 300 watt RMS, 4 ohm. En dus het is een aardig mooi hoevertje. Stevig hoevertje ook. We gaan kijken. Nou, dit is het kapje. Ja, heel makkelijk eigenlijk. En ja, dit is de woever. Zo zie je maar. Wanneer jij die kap hier overheen doet, dat het dan veel groter lijkt dan wat het eigenlijk is. Nou, je ziet hier mooie cooling vents. Je ziet hier ook achter op de magneet een mooie cooling vent. Hier iets van rubberlijmachtig. En ja, nu heb je eigenlijk gewoon zo'n woevertje. Dit is hem eigenlijk echt zo. En ik weet niet of je de spoel hier kan zien. Dat zou wel erg gaaf zijn als dat kan. En we gaan even hard daar zitten. Kijk wat we kunnen zien hier zo. Nou, niet zoveel. Nou, vet. Nou, je zou een heel klein beetje voice call kunnen zien. Maar het is bijna niet op de camera te zien. Daar zie je hem heel klein stukje daar zo. Hij maakt behoorlijke excursie nu. Ja, vergeet niet hè, het is een excursie woever, dus hij is ervoor gemaakt. Yeah! Dat is heftig dit eigenlijk. Kan je nagaan als je zo'n MTX woever hebt. Nou, ik loop bijna vol uit te pompen. Dus, hij wordt hier niet warm van. Het is gewoon echt clean excursie, clean signaal. Mooi woevertje eigenlijk ook zo, op deze manier. Maar hij is wel wat beter beschermd wanneer die kap er overheen zit. Toen ik die kap afhaalde, moet ik eigenlijk zeggen dat die Pioneer natuurlijk eerst in zo'n kast heeft gezeten met dat glaswol dempingsmateriaal. Heeft hij ingezeten. En dat is ook een beetje magnetisch-achtig. Nou, nu zie je die kap. Dan zie je dat het ook een beetje vies is. Maar toen ik die kap die afhaalde, was het helemaal vies. Toen dacht ik, hey, ik pak gelijk de stofzuiger. Want stel je voor, het komt hier in de spoelje tussenin. Nou, dan ben je echt gewoon fucked. En dan kan je gewoon of de woever weggooien. Of een recon halen. Wacht, ik moet wel zo filmen. Mijn excuses. Dus,
Ja, mooi woevertje, 300 watt. Hij staat nu eigenlijk op 600 watt. 650 watt, 650 watt eigenlijk. RMS. Dus ik ga zelf hier lekker mee door. Lekker liedjes testen. Een beetje kijken. En ja, dan ga ik het filmpje afsluiten. Ik wil jullie wel heel erg bedanken voor het kijken naar dit filmpje. En ja, check jullie weer later. Vergeet niet mij te voegen op de social media. Alle linkjes staan onder het filmpje. En het wordt wel allemaal duidelijk wanneer je de weergave. Of tenminste, het vak dat het vak open maakt. En nu moet het ja, meer weergeven. Zo heet dat. Ja. Het zal wel een blauw duimpje mogen. Tot!